papa en ik naar de Farmers Market. Het is zondag, dus we moeten niet trainen vandaag. Our first day off. We zijn nu onderweg. Het is wel best koud vandaag. We zijn er. Ik weet niet waar precies, maar we zijn er. Bijna allemaal niet. Zo schattig dat hij zo aan het zingen is. Terug aan het winkelcentrum. We gaan binnenkijken. En ik wil een grote kaars. Die gigantische kaars. We hebben vorige keer een gigantische kaars gezien. I want that! For in our home. Papa, ben je moe? Ja. Je look nice. Ik heb een koekje. Big love for the winkel. Jongens, we kwamen dus naar Dallas voor het mooie weer en om te trainen. Guess what? De training is afgelast door het sneeuwweer en ze zijn het hier niet gewoon van te strooien. Kijk, er is ook geen kat op straat, maar ik ga wandelen want ja, ik verveel me dood. Ik heb niks te doen behalve trainen en trainen gaat niet meer. Ik heb geen handschoenen, mijn handen zijn zo koud. Ik ben niet voorbereid op dit weer. Maar ik ga op zoek naar een parkje. Om u even te tonen hoe koud het is, dat is dus allemaal ijs. Nice! Allemaal naar Dallas komen voor het zonnetje. Ik had het geweldige idee om, als we toch geen training hadden door het weer, een keer naar het shoppingcentrum te gaan. Of was dat uw idee? Dat was helemaal uw idee. Was dat mijn idee? Wij hadden het idee, maar ja, alles is toe. Dus we zijn naar hier gekomen voor niks. We zijn toch eens uit ons huisje geweest. Toch nog ergens stoppen, namelijk in de op en top Amerikaanse Aldi. Papa zegt, ik wil dat wel eens zien, zo'n Amerikaanse Aldi. Oh, joh. Dus dan doen we dat. Ik ben nieuwsgierig. Papa is de bos. Oh my god. Oké, jongens. Hi. We zijn... Oké, welke dag zijn we? We zijn woensdag. Weer geen training door deze omstandigheden. Voor ik verder ga, wil ik jullie een fitcheck geven. Namelijk sportschoenen. Nice socks, joggingsbroek, koffietje. Oké, je vraagt je misschien af, waarom gaat je naar buiten nu, Jolien? Wel, mijn papa had het goede idee om te gaan wandelen. En die zal... Oké. Deze schoenen hebben geen grip. Die is al 2 uur of zo weg en is nog niet terug. En ik maak me een beetje zorgen. Dus ik ga op zoek naar papa Kortijn. Ik lag daarnet zelf al een paar keer bijna op de grond. Het is echt niet normaal. Oké, hier kan ik stoppen. Oké, jongens, welkom. Het is dag 4 dat we niet kunnen gaan trainen door de slechte weeromstandigheden.
Dus papa en ik gaan een homeworkout doen. We gaan eerst aerobics doen en dan wat bekspieren, poefspieren, alles. Heb je er zin in, papa? Hello. En ik zie er heel mooi uit, I know, sorry. Oké. Okay. Much fun! Now, let's do it! So much. If you're not yet a part of the family, hit that subscribe button. And we're just gonna get right into this. Yes. Oh my gosh. Baby, let me. Oh my, baby, let me love you down. Moet er wel een stink zijn, hè? Ook niet, I don't know. Kan het niet op, hè? Oh, moeten we nou echt beginnen? Hi, we zijn zondag en zondag is uitstapjesdag. Dus ik ga mijn shoes aandoen en dan zijn papa en ik weg. We gaan naar Besteed, de stad dus. En we gaan naar het museum, denk ik. En wat shizzles daar bekijken en doen. En the sun is shining, so we're happy. En ik zie er voor de eerste keer niet uit als een zwerver. Ik ga jullie direct tonen wat ik aan heb. Eerst in de schoenen aandoen. Daar zit je die koe daar achter mij. Mijn zus heeft er altijd commentaar op als ze mij er willen. Oké. Dus, eerst en vooral ben ik zo blij dat ik een zonnebril kan meepakken, omdat de zon schijnt. Dan heb ik een blazertje aan met een kroptopje, groene broek en mijn New Balance's. Let's go! One time till your boots on, what about the long run? Hoping to shot till all we saw on the sun. Sending out, keeping her much attention. She was there through my income. Het is groen, hè, manneke? Ja, je hebt hier net ons niet mee. Ik ga maar hier verder weg. Maar het is nog 5 minuten rijden. Oké, ga door. Hi. Vind je dat een leuk lied? Zaf. Papa en ik zijn dus net door het museum gegaan. Nee, daar gaat het nog niet over. We zijn net door het museum gegaan en vonden het super leuk om eens te zien. Maar als je hier alles moet lezen, ben je hier 5 dagen bezig. En dat is niet ons ding. En nu heb ik zoveel honger. Ik voel zelf mijn benen slap worden. Hè? Ja, maar het was wel heel leuk. Ja, het is heel leuk. Maar nu gaan we op zoek naar eten. En daar... Oh. Daar zijn dus allemaal food trucks. Oké, dit is dus denk ik zo'n plaats waar iedereen samenkomt. Het is echt leuk. Je ziet iedereen zo genieten, kijk. En daar is papa aan het wachten op ons eten. Super serieus. Want we hebben bij de Griek iets besteld. En ik heb mega veel honger. Oh, dat is mega ingezond. En ik heb er mega veel zin in. Hier lekker met ik heb lamsvlees. Smakelijk! Smakelijk. Dat ziet er ook een dure winkel. Kip, wat is goed. We zijn naar een kei leuk cafeetje voor koffie. Ik
dus aan een of ander monument zijn ogen. Me, myself and I. Ik weet niet waarvoor het staat, maar het is blijkbaar iets wat wel mensen aantrekt, want er zijn allemaal mensen. Weet jij waarvoor het staat? De oogbol. En dan kunnen we ook weer afvinken, check. Hi guys, ik weet echt niet welke dag we zijn. Jawel, woensdag, maar ik weet niet hoeveelste. Papa is nu aan het tanken. We zijn onderweg naar een training in en dan ga ik gaan eten met een paar van de gasten hier. Naar een Korean barbecue, dus I'm gonna take you with me. Mijn eerste keer dat ik iets ga doen met andere mensen, zonder papa. Dus ik ben benieuwd. Ik heb eigenlijk wel een beetje stress. Terwijl ik ken die al hè, van op training en zo, maar voor het zo. You have to say hi for the vlog. Say hi.